Beste mensen, ik wil jullie nu iets vertellen over het werkstuk waar ik nu mee bezig ben. Een wat uitgebreider werkstuk wat ik gemaakt heb op geitenperkament. Je ziet dat ik het opgespannen heb op een groot stuk hout. Wat is er aan de hand? Ik wilde een voorstelling maken van Sint Joris en de Draak. En ik wilde een eigen voorstelling daarvan maken, een eigen compositie. Dus ik ben op zoek gegaan naar een voorstelling van Sint Joris en de Draak op zijn paard. Ik ben op zoek gegaan naar landschappelijke elementen, want ik wilde hem ergens in een landschap weergeven met een uitgebreide aandacht voor dat landschap. Ik vond een heel mooi kasteel wat ik gebruikt heb in de voorstelling, zoals je hier kunt zien. En ja, daarna ga je fantaseren waar zet je wat neer en hoe zet je het neer. Ik wilde het een beetje van bovenaf laten zien. Je ziet dat hier Sint Joris op de voorgrond staat. Hij staat wat hoger en je kijkt als het ware zo over dat landschap heen. Ik wilde niet alleen de voorstelling maken, maar ook een randversiering. En je ziet hier een randversiering waarin acanthus elementen, dus acanthusversiering, een dominante rol speelt. Ik vind dat een heel mooi motief altijd, de acanthusversiering. Omdat je, ja, het draait en het zwiert over het blad heen. Het is heel sierlijk, maar je kunt ook je helemaal uitleven op de licht- en donkerverschillen in het rood en in het blauw en de ruimtelijkheid daarvan suggereren. En daarnaast zie je ook dat er in het verleden ook wel goud werd gebruikt. Je hebt dan vaak een vervanging van goud gebruikt. Maar ik heb hier bladgoud gemaakt. En dat bladgoud, als je goed kijkt, dan zie je dat er kleine krasjes in zitten. En vervolgens ben ik daar met verdunde verf overheen gegaan. En zo krijg je dan als het ware een prachtige schaduwwerking. Die ook nog eens een keer een soort, ja, nervatuur, dus de nerven van het blad, accentueert. Nou, ik ben natuurlijk begonnen met het opleggen van goud op gesso. Je ziet hier al die kleine stipjes, al die kleine details. Dat is gemaakt met gesso. En hier deze rand uiteraard ook met gesso. Als je gaat werken, dan is het natuurlijk wel handig dat je het gedeelte wat je al klaar hebt goed afdekt. Je kunt dat met transparant papier doen. Ik wil nu op dit moment iets vertellen over het schilderen van gebouwen. En hoe je dat kunt doen. Later misschien wel weer eens iets over een ander detail. Als we naar het kasteel kijken hier, hoe heb ik dat nu gedaan? Nou, kijk, je begint natuurlijk met tekenen met potlood. Vervolgens fixeer je de tekening met verdunde inkt. Ik gebruik daarvoor verdunde Oost-Indische inkt. In een beetje water. Het voordeel is daarvan dat het daarna, zeg maar, watervast is. Dus als je er overheen gaat, dan vloeit het niet uit. Daarna maak ik een eerste wassing van kleur. Je kunt het hier bij deze huizen zien, je kunt het hier zien. Dit is eigenlijk de eerste kleurlaag die je opzet. Het hangt er een beetje van af. Het voorbeeld wat ik gekozen heb, dat is een kasteel wat uit baksteen is opgetrokken. Je kunt natuurlijk ook een kasteel hebben van witte kalksteen of lichte kalksteen. En dan heb je een andere tint. Dus deze tint is meer, ja, laten we zeggen, meer baksteenachtig. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we kijken naar de schaduwen. Het licht komt van een bepaalde kant. Nou, dat kun je zien bijvoorbeeld doordat deze gevel aan deze kant lichter is in zijn totaliteit dan deze kant van het kasteel. Dat is wat donkerder gemaakt. Daar ga je dus een tweede wassing overheen. En dan is de bedoeling dat je die schaduwplekken wat uitwast met wat water en dat je vloeiende overgangen maakt. Dat is een beetje oefenen in het begin, want het wil nog wel eens wat vlekkerig worden. Maar een hoop van die vlekkerigheid die verdwijnt later weer doordat je er in de details overheen gaat. En natuurlijk nog verder uitwerkt. Nou, vervolgens ben ik dus, zeg maar, dit gedeelte aan het uitwerken. En dan zie je dat je naast de details die je dan schildert ook, zeg maar, de plasticiteit probeert te bereiken. Dus de ruimtelijkheid van die toren door nog eens een keer een extra schaduwwerking erin te zetten. Maar ook in dit geval door de suggestie van steentjes. De suggestie van bakstenen te maken met kleine lijntjes erin die in de richting meegaan van de toren. Dat geldt ook voor de daken. Die daken, dat is
eigenlijk hetzelfde principe. Je begint met een lichte wassing van de toon, van, nou, hè, zoals je hem hebben wilt, zoals hier. Je kijkt daarna naar de schaduwplekken, die kun je dan aangeven. En vervolgens ga je uitwerken. En je ziet dat ik naast een extra laag schaduw, zeg maar, aangebracht heb, geef je ook nog hele kleine arceringen aan met flinterdunne lijntjes om een soort overgang op te bouwen. Je ziet dat hier, bovenaan en hier, en dan zie je dat kleine arceringen. En die kleine arceringen die maken een soort vloeiende overgang. Nou, je ziet als je naar dit dak kijkt, dat er een soort kuil in zit in het dak. Het is een gat eigenlijk. En dan ga je met licht en donker proberen dat zo aan te geven, zodat er dat volume ontstaat. Nou, ik zal, als de tekening wat verder klaar is, er nog wel iets meer over vertellen. Maar tot zover iets over het schilderen van architectuur, van gebouwen, zeg maar. Dat is het tot nu toe. En dan gaan we het vervolg verder aangeven. Wanneer ik verder ben, dan maak ik weer een kleine video om uit te leggen van hoe de dingen verder uitgewerkt kunnen worden en hoe je dat doet.